Meneer de Graaf, u hebt net een verzoek gedaan voor een Kamerdebat over het terughalen van oorlogsmisdadigers uit ISIS-gebied. Ja, ik had al eerder een debat gekregen van de Kamer. Dat moet nog plaatsvinden. Dat is nu uitgebreid met deze kwestie. En wat hier aan de hand is, is dat diplomaten, vooral van Buitenlandse Zaken, van het ministerie, bezig geweest schijnen te zijn. Dat is voor mij nog onbevestigd, maar met het actief benaderen van mensen in ISIS-gebied, dus uitreizigers, mensen die daar misschien wel oorlogshandelingen hebben verricht. Ja, dat is wel echt te gek. Je hebt het ene ministerie die zegt van, we willen ze absoluut niet terughalen. Ministerie van Justitie en Veiligheid. En aan de andere kant zie je dat op het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschijnlijk allerlei ambtenaren daar toch mee bezig zijn geweest. Ja, dat kan niet, hè. Als de regering ons iets vertelt wat het beleid is, dan kan het niet zo zijn dat een ander ministerie iets heel anders doet. Vanuit de coalitie klinken verschillende geluiden. Sommigen willen ze terughalen. Anderen zeggen van daar misschien berechten, maar we weten niet precies hoe, want misschien krijgen ze wel de doodstraf en moeten we gaan lobbyen om de doodstraf daar niet in te zetten. En minister Grapperhaus die heeft steeds gezegd, we gaan geen mensen terughalen uit onveilig gebied, want het is niet goed voor onze mensen. Ja, als ze daar blijven is het prima. Maar ze kunnen via omwegen natuurlijk ook weer terugkomen. Dat is het grote dilemma. Ik ben er absoluut niet voor om ze te gaan halen. Maar ja, ze kunnen ook zelf terugkomen. Maar ja, ik heb hem steeds voorgehouden. Als het gebied na de val van het kalifaat in een aantal weken of dagen weer veilig wordt, dan is de situatie anders. En daar geeft minister Grapperhaus nooit antwoord op. En wat er dus daadwerkelijk aan de hand is, is dat nu diplomaten bezig zijn geweest, schijnt het. Het Rode Kruis biedt al hulp aan om mensen terug te halen. Terwijl wij als PVV vinden dat er helemaal niemand, geen man, geen vrouw en ook de kinderen van uitreizigers, niet moeten terugkomen naar Nederland. Want wat er gebeurt is dat we het probleem voor de komende jaren aan het optuigen zijn. Dus er is eigenlijk geen oplossing? Nee, er is eigenlijk geen oplossing. Het enige wat je kunt doen is, als ze gevaarlijk zijn, als ze gek zijn, zorgen dat ze van de straat zijn. Ja, of daar blijven. Of daar blijven. Ja, graag. Maar ik heb niet graag dat ze daar aanslagen plegen. En ik heb ook niet graag dat ze via een U-bocht of een I-constructie toch weer in Europa terechtkomen.